We gaan beginnen met Marian Bolting. Zij is crisiscoördinator bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. En zij gaat jullie meenemen hoe het was afgelopen jaar voor de verschillende crisisorganisaties om met deze uiterste te hebben gewerkt. En gaat dat volgens mij ook doen op een interactieve manier. Dus Marian. Ik ga mijn best doen. Maar dan hangt er van mij samen of de rest van de zaal meedoet. Want anders sta ik in mijn eentje interactief te wezen. Erin hoort. Dat is niet omdat ze ongehoorzaam zijn, maar dat is puur omdat het even geprobeerd wordt te vertalen. Ja? Oké. Okay. Nee, ik doe wel wat. Oké. Ja, ik vind het leuk dat je vooraan gaat zitten, maar zo interactief. Oké. Vanmorgen hebben we ook even een vraag gehouden, Bart en ik. En toen hebben we er volgens mij niet eens bij gezegd van welke organisatie we zijn. Jawel, Rijkswaterstaat en de waterschappen. Ook omdat het er eigenlijk helemaal niet toe doet van welk waterschap ik ben. Tenminste, op dat moment vond ik dat compleet niet van belang. Op dit moment staat het er wel even bij. HDSR is altijd al ingewikkeld. HDSR, waar staat het voor? Ik vond het knap dat jij het ook gewoon in één vloeiende zin kon vertellen. Inderdaad, wat ik wil doen, maar dat was ook eigenlijk de opdracht van Ludolf. Vertel wat over 2018. En van te nat en te droog, nou dat ga ik doen. Met oog voor jullie, want ik denk dat het grootste deel van jullie keringbeheerder is. Of in ieder geval heel erg druk met de keringen bezig. En eigenlijk ben ik dat niet, want ik ben een crisiscoördinator. En ik kijk op een andere manier naar de keringen. En nou, misschien kunnen we daar een leuk gesprek over hebben zo dadelijk. Maar daarmee beginnende, klopt het, mijn aanname, dat jullie eigenlijk allemaal bijna 100% van jullie tijd bezig zijn met de keringen. Wie is daar wel mee bezig? Groot deel van zijn haar tijd. Oh, dat is toch wel een groot deel, ja. En welke mensen eigenlijk helemaal niet? Jij niet? Wat doe jij? Ik ben adviseur buskestadsbeheer. Ja. Dat is ook keringen. Dat is wel... Ja, maar die anderen doen het. Maar je bent wel gefocust op de keringen en het behoud en het staande houden van de keringen. Ik zag daar nog wat handen. Ik ben bezig met monitoring van Rijkswaterstaat met het hele waterrotatiesysteem. Okay. Niet alleen de keringen, maar ook het hele systeem. Ja. Ja, maar wel keringen als een belangrijk onderdeel. Oké. Wie bemoeit zich hier helemaal niet met de keringen? Oh, eentje. Ben ik heel benieuwd wat jij doet. Docent aan de Hogeschool Rotterdam. Over keringen. En daar gaat het over keringen. Ja, specialist waterkeringen. Ja, dus toch ook wel bezig met waterkeringen. Want ik heb niet gezegd dat alleen waterschappen en Rijkswaterstaat met keringen bezig zijn. Nee, ik ben bezig met beheer van keringen. Oké, klopt. Nee, in de nuance zit het. Groot gelijk. Oh, ik heb net gehoord dat je ZW-lid zou willen worden op zo'n dijk. Ah, nou, dan hebben we straks nog even contact. Goed, ik denk, ik ga even checken of jullie nou allemaal crisiscoördinatoren zitten. Dan moet ik mijn verhaal even nu gaan veranderen. Maar als jullie allemaal ongeveer bezig zijn met keringen, dan klopt mijn verhaal, denk ik. Wat zeg je? Dan zit jij veilig. Nou, ik sta, ja. 2018 had het allemaal. Jullie hebben het net ook allemaal gehoord. Jullie hebben het ook allemaal zelf meegemaakt. Ik hoef jullie wat dat betreft ook helemaal niet zoveel te vertellen. Voor ons in 2018, als ik wat meer kijk naar de situatie bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden... En dat is ongeveer de provincie Utrecht, hè? Dus aan de Rijn, aan de Lek. Toen hadden we toch voor het eerst weer hoogwater in langere tijd. En dan was het helemaal niet zo spannend, want zo hoog was het allemaal helemaal niet. Maar je moet toch eventjes weer die draaiboeken tevoorschijn halen. Je moet eventjes weer horen hoe het gaat. En het was van, oh ja, we hebben 5 jaar geleden hebben we dat gedaan en zus gedaan. Dus al die verhalen gaan rond. En stiekem kost je dat dan toch best veel tijd om het op te starten. Dat was in ieder geval mijn ervaring. Alles wat je elk jaar doet of elke dag doet, dat gaat lekker snel. En iets wat je 1 keer in de zoveel jaar doet, dat wordt toch anders. Er wordt hier heel bevestigend geknikt. Ja, hij voelt met mij mee. Ja, ik weet precies hoe het werkt. Ik heb het zelf ook. Ja. Tegelijkertijd is het ook wel weer spannend, want er gebeurt weer wat en je weet wel waar het voor doet, hè? Toch? Nou, vervolgens die hele lange hete zomer. En daar hadden we nog 1 dag bij waar het heel erg extreem regende. Ik weet precies welke dag dat was. Wat zeg je? Ja. Hoe wist je dat? Ja, dat zal je altijd zien. Oké, 5 september was mijn verjaardag en toen regende het ook nog een keer behoorlijk. Dus het was 80 tot 100 millimeter. En dat was best extreem, want je bent heel erg bezig om te zorgen dat alles een beetje volkomt. Dat je genoeg water hebt en dan verdorie gaat het op dat moment heel hard regenen. En moet je als de wiede weer gaan, moet je de hele boel weer gaan omdraaien. Woud hier vooraan zijn plekken.
Ja, dat is waar. Dus het was schakelen voor de crisisorganisatie. En eigenlijk horen daar wat mij betreft ook alle keringbeheerders bij. Alle mensen die bezig zijn met keringen, dat zijn ook de mensen die op dat moment deel uitmaken van de crisisorganisatie. Dus je moet ook af en toe heel snel schakelen. En wat crisiscoördinatoren dan als gekke tik hebben, ik in ieder geval wel, is dat je heel erg naar scenario's gaat denken waarbij het fout zal gaan. Nou, dat is helemaal niet waar jullie als kering mensen ook heel erg van zijn, want jullie hebben het volste vertrouwen in jullie kering. En dan krijg je zo'n vervelende dame als mij en dan ga ik zeggen, maar wat als het dan toch fout gaat? Vanmorgen had ik even lachers op mijn hand toen ik voorstelde om af en toe die keringen maar op te blazen. Of in ieder geval dat het idee er was om dat eventueel te kunnen doen. Dat was natuurlijk helemaal niet omdat jullie je werk niet goed doen. Maar om ervoor te zorgen dat het water soms op de plek gaat waar je wil dat het gaat. Maar wij denken worst case en dat hangt heel erg samen met dit profiel. En ik denk dat de meeste mensen van jullie dat wel kennen. Het Nationaal Veiligheidsprofiel. Het wordt ook voor de verschillende provincies en voor de verschillende gemeenten wel gemaakt. Wie kent dit helemaal niet? Wie heeft er nog nooit van gehoord? Oké. Hier zit een hele onderbouwing achter. Vraag mij niet precies wat er staat, maar dit is door de Rijksoverheid opgesteld, door het ministerie. En dat is het Nationaal Veiligheidsprofiel. En het is niet ingewikkelder dan dat er staat, hoe groot is de kans dat iets voorkomt? Van zeer onwaarschijnlijk naar, nou, best een grote kans dat het gaat gebeuren. En hier is, wat is dan de impact? En dat is van heel beperkt tot catastrofaal. Nou, daar hebben ze dan geprobeerd om een lijn te zetten van hoe erg is dan iets. Nou, en wat dan opvalt is dat, ik heb net gehoord dat ik een hele mooie pointer heb. Waar ik rustig mee moet gaan bewegen. Ja. Dit is hip, hè? Dit is een zeer kleine kans, dus zeer onwaarschijnlijk dat het gebeurt. Maar als het gebeurt is het catastrofaal. En dat is een overstroming bij de zee. Nou, dat geloof ik wel. We hebben er ondertussen heel veel aan gedaan om die zeekeringen om die helemaal robuust te maken en goed op orde te krijgen. Dus voorlopig ben ik daar niet zo bang voor dat het gebeurt. Maar als het gebeurt, is het inderdaad catastrofaal. Geloof ik wel. Die andere die ik omcirkeld heb, dat is deze. En dat is een overstroming vanaf de rivier. En die kans wordt geacht als enigszins waarschijnlijk met een ernstige impact. Nou, dat geloof ik wel. Maar het hangt er heel erg mee samen welke rivier en waar. Dus jullie zitten allemaal op verschillende plekken, langs rivieren en langs de zee. Dus ook jullie zullen allemaal in je hoofd hebben van hoe ernstig is dat. Zijn er mensen hier die zeggen van nou, ik zit nu in de buurt van een rivier. En als dat fout gaat, dan heb ik echt in mijn achterland een serieus probleem. Zie daar een paar handen, welke regio? Waar zitten jullie? Ja. En Zwolle. Zwolle? Ja, ook op dit moment. Hoogwater. Ja. Ik zag daar nog een paar handen. Ik ben het IJsselmeergebied. Ja. Is dat zee of is dat rivier in jouw plaatje? Ja, die staat volgens mij daar weer apart onder. Ja, gelukkig. Ja, want je hebt wel helemaal gelijk. Ik zie hem hier niet zo snel bij staan. Maar ik heb hem ook wel eens gezien dat hij er wel bij stond. Dus je hebt gelijk. Dat is ook een hele belangrijke. Maar dit is een soort, dit is het. De regionale keringen staan er niet op. En in het geval van Delfland kan ik me voorstellen dat dat de impact toch minstens zo groot kan zijn als bij een dijkdoorbraak bij onze rivieren. Ja. Qua achterland en ja. Mensen die er wonen en economie, etc. Ja. Nou, daar, hier hoort je nog een heel verhaal achter. Een rivier en of je kijkt het gewoon naar de regionale waterkeringen. Want bij Stichtse Rijnlanden hebben we ze ook allebei. We hebben ook regionale keringen. Over het algemeen heb je dan wel iets meer schade dan dat er ook heel veel doden vallen. Dus dat is dan nog eventjes het verschil. Maar ik zie toch vrij veel mensen die dit niet kennen. Het is best aardig om eens een keer te gaan bekijken. Als je gewoon googelt op Nationaal Veiligheidsprofiel en Regionaal Veiligheidsprofiel, dan zie je hem ook voor je eigen provincie ongeveer. Want dat wordt door je eigen veiligheidsregio opgesteld. En dan zul je zien dat die keringen dus waanzinnig belangrijk zijn. Ik ben als crisiscoördinator niet degene die het meeste verstand heeft van de keringen. Maar omdat ik deze plaatjes ken, denk ik dat het ontzettend belangrijk is wat jullie allemaal doen. Want ik vertrouw op jullie, dat jullie weten hoe die dingen erbij liggen en wat je eraan moet doen. Want ik heb een filmpje, en dan komt het filmpje, dus dan moeten we even schakelen. Dat is even ingewikkeld. Nou, daar is mijn hele computer uitgevallen. En dit filmpje geldt specifiek voor ons bij Stichtse Rijnlanden.
Ja. Ik laat hem 2 keer zien en de eerste keer gaat hij heel snel. Nou, de tweede keer ook, maar dan ben je eraan gewend. Nee. Heel hard remt, ja. Dit is als er een dijkdoorbraak in de buurt van Wijk bij Duurstede gebeurt. Dit is het gebied van Stichtse Rijnlanden, dus daarom ben ik bezorgd over de keringen. En als die doorgaat, en dat is bij echt worst case, hè, worst case, dus als er heel veel water is en als de dijk echt compleet doorgaat, nou die kans en is al heel erg klein, maar als dit gebeurt, hoe lang duurt het dan voordat het water in Utrecht zou kunnen zijn? Uurtje 4, 5 hoor ik, een dag. 3 dagen. Half uur. Half uur. Nou, jullie zitten beter dan een gemiddelde militair, want dit verhaal vertellen we ook wel eens aan militairen die denken dat het dagen, weken duurt. Nou, gemiddeld is dat naar Utrecht toe is een dag. En dan richting, zeg maar, noordkant van hier de Randstad, richting Amsterdam. Ik laat hem nog 1 keer zien. Naar Amsterdam toe is een dag of 5. Oh, hoor ik mensen zeggen, dan kan je makkelijk wegrijden, wou je zeggen. Nou. En dit is niet 10 centimeter water, hè? Dit is echt iets wel een beetje meer. We zitten daar flink onder het niveau waar het water gaat stromen, dus flink onder de waterspiegel op dat moment. En het is een model, hè? Het is niet zo dat we dit nou regelmatig laten gebeuren of zien. Dus we moeten het ook nog maar eens een keer zien of dat echt zo gebeurt. Maar dit geeft even aan, en wat mij betreft is dit voldoende. Dankjewel. Dit is voor mij de reden waarom ik het zo ontzettend belangrijk vind dat we die kering op orde hebben. Ik vind dat we een heleboel dingen als crisiscommunicatie of als crisisorganisatie ook goed op orde moeten hebben. Maar ik vind dit met stip bovenaan staan. Dus dat was het filmpje van de Randstad, heet die. En wat we dan doen is dat we rekenen op onze keringmensen, die het gewoon goed weten wat er allemaal gebeurt. Maar we hebben ook nog een dijkbewakingorganisatie. Bij ons in huis heet dat ook nog eens een keer dijkleger. Een beetje militair en sommige mensen vinden dat helemaal top, maar anderen vinden de naam niet zo aardig. Heel veel waterschappen en ook Rijkswaterstaat werkt met vrijwilliger mensen die de dijk bekijken. Dat zijn geen experts zoals jullie, dat zijn de mensen die vooral kijken of er iets bijzonders te zien is. Die zijn de ogen en oren om te kijken of er iets bijzonders is. Of er ergens water uitkomt, of er ergens een dijk is die wat vertrapt is, of de erosie heeft opgetreden. We hebben daar hele leuke hulpmiddelen voor om dan ook daadwerkelijk over de prikkeldraad heen te stappen en zo met die zogenaamde... Hoe heet die dingen? In het Engels. In het Engels. You have to translate it, Astrid. Het heet klotenpijp. En dat is gewoon om lekker over de prikkeldraad te kunnen heen stappen. Het is geniaal. Ik hou van dit soort innovatieve, echt hele ingewikkelde oplossingen. Het is een stukje pijp en je legt het over een prikkeldraad heen en het werkt. Wij gebruiken ze heel veel. Ik krijg altijd de lachers mee uit de hand, op de hand. En naast dat we onze dijkbewaking hebben tijdens periodes van... dat we het gewoon niet meer redden met de mensen die er normaal gesproken op staan... kunnen we altijd een beroep doen op aannemers. We kijken naar onze buurwaterschappen om te komen helpen op Rijkswaterstaat. Maar vooral ook Defensie om mee te kijken. Daarvoor hebben ze niet alleen maar de handjes, maar ze hebben ook de spullen. En ze hebben ook de brains om mee te helpen naar goede oplossingen te zoeken. Maar wat voor mij heel belangrijk is, omdat ik dus eigenlijk niet zoveel verstand heb van de keringen, is dat ik naar jullie kijk. Jullie zijn de keringexperts. En ik kijk naar jullie, of jullie nog een beetje fris uit de ogen kijken. Dus als er wat aan de hand is, nou, zo keek ik ook van het weekend, keek ik even naar mijn collega en aanspreekpunt op dat moment, dat is Ruud Wijs. En dan bel ik en dan app ik en dan zeg ik, en hoe staat het erbij? En dan vertrouw ik gewoon compleet op de keringexpert. Mijn vraag die ik straks even met jullie wil bespreken, dat klinkt een beetje bot misschien. Kan ik jullie vertrouwen? En tuurlijk vertrouw ik jullie allemaal op jullie blauwe ogen. Maar hebben jullie ook vooral... Bruine ogen, grijze ogen. Hebben jullie de kennis en ervaring? Hebben jullie voldoende kennis en ervaring? Om zeker te weten wat je doet. Of zijn er nog dingen die jullie gewoon missen? Waarvan je denkt, nou, daar hebben we behoefte aan. Want als het spannend wordt, dan vertrouw ik heel erg op de dijkbewakingorganisatie. Naast dus natuurlijk de mensen die de expertise zelf hebben. En ik kijk naar de ogen en de oren van het ZW... Nou, we hebben het net heel even over gehad. ZW? Enig idee waar ik het dan over heb? Dat is jammer. Crisis Expertise Team Waterkeringen. Heel goed. Ja,
Ik had gehoopt dat hij ondertussen al wat meer geland was bij heel veel van jullie. Ik ga hem straks nog even toelichten. Daarom had ik hem in rood gemaakt. Mijn hoogste doel is dat jullie hier de zaal uitlopen straks. Dat jullie weten wat het ZW is. En dat jullie zelf ook denken, nou, wat jij net zei, daar wil ik best deel van uitmaken. Nou, en natuurlijk kijken we naar de ondersteuning en, van waterschappen, andere waterschappen en Rijkswaterstaat en Defensie. Maar het ZW is een landelijk team van experts die echt weten wat er op de dijken te zien is en wat er gebeurt en wat de risico's zijn, wat de gevolgen zijn. En die je gewoon als een soort second opinion naar binnen kan halen om mee te kijken naar jou als keringexpert. Nou, wat gebeurde er eigenlijk in 2018? Even wat sfeerbeelden. Dit was wijk bij Duurstede. Waar het dus gewoon goed ging, want zo hoog was het water in januari niet. Maar we hebben hier dan relatief hoog water. Je ziet het ook gewoon op de... hier kan je het vooral ook goed zien. Dat het gewoon hoog staat. Daarachter kan je ook heel goed ons achterland zien. Dat echt wel een stukje lager ligt. De dijk die er heel mooi bij lag. We hadden heel vaak mooi weer, maar ook af en toe van dat soort schimmige, spooky weer. Maar in ieder geval het water tot beneden aan de kruin van de dijk op heel veel plaatsen. Nou, hier word ik allemaal niet zo zenuwachtig van, maar van deze dijk wel. Wat valt hier op? Dit is januari, hè? We hebben geen gas. Waar is mijn gas? Nou, dat. Nou, dat was er niet. Wij zijn de winterperiode eigenlijk ingegaan en een aannemer hadden we vlak daarvoor gevraagd. En die heeft het gewoon netjes nog binnen de tijd gedaan zoals afgesproken was. Maar het werd net een beetje erg nat, ook gelijk direct daarna. En misschien net wat natte klei gebruikt, maar al met al, en je kan het nu niet zo heel goed zien, maar wel op het volgende beeld. We hebben trouwens geprobeerd om het water onderaan de dijk een beetje weg te houden, zodat wat meer, je ziet het hierachter trouwens nu wel, de dijk. Maar we hebben geprobeerd met pompen om dat water weg te halen onderaan de teen. Maar je ziet hier dat daar een behoorlijke verschuiving. En je kan het ook zien in de uitstulping hier onderaan wel, dat het gewoon echt wel beweegt. En dit was niet 5 meter, maar dit ging over een lengte van ongeveer 1 kilometer. Wie van jullie denkt, nou, daar zou ik me toch wel wat zorgen maken? Ja, de meeste mensen beginnen toch wel een beetje. Nou, ik had zoiets van, we weten het nog niet, maar dan ben ik een crisiscoördinator. En dan denk ik, worst case, dat is heel vervelend voor iedereen. Maar dan denk ik, maar wat als we hier nou wat moeten gaan doen? Nou, ik heb een middag klotsende oksels gehad. Dat heb ik niet zo snel. Want die middag hadden we bedacht, wat als we hier nou wat meer moeten doen? En het is echt ernstig en het water komt nog hoger. Dan hadden we berekend dat we met, dan hoop ik dat ik het goed zeg, voor 5 dagen lang hadden we dan 70 mensen per dag nodig om dit allemaal met het handje in te pakken. 70 man, 5 dagen lang. Want dit was vette, natte klei. Hier kon je ook met machines echt niet meer op. Dat was geen doen. Dus we hebben daar 2 uurtjes bij elkaar gezeten en ik dacht echt van, nou hebben we een probleem. Want ik zou niet weten hoe we dat moeten doen. Moeten we daar onze vrijwillige dijkbewaking voor vragen? De mensen die, die kunnen wel kijken en die kunnen wel speuren, maar dit is echt zwaar werk. Dat kan je een paar uur doen en dan ligt iedereen op apengapen. Dus ik had Defensie al gebeld van, nou, misschien dat ik ze dadelijk wel even terugbel. Misschien hebben we wat nodig, maar dan weet je het vast. Heel gelukkig kwamen onze dijkexperts, onze keringexperts, kwamen erachter dat het puur de toplaag was. En dat het water nog niet zo hoog zou komen dat het echt een probleem was. Maar dit is een situatie die ik eigenlijk niet meer meemaak. Dus dat was voor ons 1 groot leerpunt. We hopen dat we de volgende winters beter ingaan. En op dit moment ligt hij er weer keurig bij. Mooie grasmat, ziet er groen uit. Dus op dit moment is het geen probleem meer. Dus hier kan je het ook nog een keer zien. En dit is van dichterbij. Zo hoorden we er niet bij te liggen. Goed, toen gingen we naar de zomer. Waterstand was in 40 jaar nog niet zo laag geweest. We hebben het vanmorgen ook al uitgebreid erover gehad. Wij hebben dan al vrij snel dat we de keringen, zeg maar, de regionale keringen die allemaal veen bevatten met een dunne kleilaag, die besproeien we allemaal. Dat maakt inderdaad wel indruk wat vanmorgen ook werd gezegd. Ja, soms moet je ook gewoon laten zien dat je wat doet buiten. Maar we hadden flinke scheuren, zoals heel veel waterschappen. Dus deze hebben we goed in de gaten gehouden. En in globale zin wat we hebben gedaan bij Stichtse Rijnlanden is dat we begin juli zijn opgeschaald naar fase 1. En uiteindelijk zijn we op 6 november weer afgeschaald naar fase 0. Dus dat heeft 4 maanden geduurd. Dat was voor mij de langste opschaling ever. Crisiscoördinatie doe ik ook nog maar 5, 6 jaar, dus het valt wel mee. Maar wij hebben zelden dat we dit zo meemaken. Wij zijn druk op dat moment met kleinschalig wateraanvoer om water te krijgen vanaf de Rijn naar West-Nederland.
We hebben er allerlei noodpompen voor ingezet. We zijn op een gegeven moment opgeschaald naar fase 3 ook daarvoor. En wat we tussendoor hebben gedaan is dat we de dijken een paar keer hebben bekeken met onze dijkbewaking. En wij hebben daar tussendoor een keer een second opinion gevraagd op 3 plekken waar we er gewoon niet helemaal zeker wisten of we nou goed zagen. En we, dat ben ik dan niet, maar dat zijn mijn collega's. 18 weken opschalen, het heeft ons ongeveer 1 miljoen gekost. Als ik kijk naar de kennisbehoefte die er was voor beweeg ik te veel? Oké, ik zit een beetje heen en weer, dan heeft ze continu die camera aan het verplaatsen. De kennisbehoefte, het gedrag van de keringen is best ingewikkeld nog. Hoe die zich gedragen en wat er daarna, na die periode weer terugkomt, wat er goed gaat. Nou, dat is best een groot leerpunt geweest. En het nut van het beregenen van de keringen. En daar hebben we ook in de second opinion van de andere waterschappen en Rijkswaterstaat wel wat over gehoord. Dat het beregenen, dat bleek toch vooral gaan om de eerste paar meters vanaf de dijk. En de waterstraal raakte eigenlijk niet helemaal tot onderaan de andere kant van de dijk. Ja, en als je dat al een paar jaar zo op deze manier doet en je kijkt er niet echt kritisch naar, dan doe je dit echt misschien al een paar jaar op een manier dat je denkt, dit had ook misschien nog wat effectiever gekund. Dus dan is het heel goed dat er ook eens een keer een partij net van daarbuiten gaat meekijken van, oh, we hebben even gevoeld en daar is het wel nat, maar als je daar, nou ja, 30 centimeter graaft, is het alweer keurig droog. Dus dan heeft het niet zo heel veel zin om dat te doen. En met name in gaan zitten, is dat in zeg maar, personele inzet of reparaties of inzet van middelen? Het is een combinatie. Wat bij ons behoorlijk tegenviel is dat we nogal wat mobiele pompen hebben moeten inzetten. En die slurpen diesel. Dus dan moest elke ochtend moest er een vrachtwagen langs om diesel te pompen. Dus duurzaamheid kan je daar helemaal niet over hebben op dat moment. Ja, dus we moeten nu gaan nadenken over van willen we daar structurelere maatregelen. Maar ja, dan ga je al zo anticiperen op dat dit wel vaker zal gebeuren. Dat het ook een keuze is die het gewoon bestuur ook moet maken. Nou, waar we heel tevreden over waren is dat, en dat is bij ons eigenlijk altijd, als we mensen vragen om buiten te gaan kijken van de dijkbewaking, dan staan er altijd tegelijk heel veel mensen op en die zeggen yes, laat mij maar gaan lopen. Dus dat is heel fijn. Nou, en die second opinion die liep goed. Ik zal stil proberen te blijven staan. En wat Ruud Wijs dan zegt, dus een van mijn collega's, die zegt extreme droogte en waterkeringen gaan eigenlijk niet zo lekker samen. En wat onze buren, want wij werken heel veel samen met andere waterschappen in het zuiden, in het rivierengebied en in het oosten van Nederland. Wat ze daar ook vooral zagen, en dan heb ik het vooral over WDO Delta. Ik kijk even naar Frank die daar zit. Zandmeevoerende wellen, die hebben wij zelf wat minder, maar jullie hebben er ook ontzettend veel gehad daar. En de letterlijke tekst van Wijnand is, 1 bever is leuk, maar af en toe is het bosje bevers zinden, dan is het niet meer leuk. Dus hier zie je gewoon echt 6 of 7 bevers in een boom. En dat is gewoon iets wat je gaat zien, wat je eigenlijk al een paar jaar ziet, dat die graafschade en schade van dat soort beesten gewoon steeds irritanter gaat worden. Eentje is leuk, maar 6 niet meer. En dan gaan we even terug. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Ik hou, kijk even naar de... Je hebt nog ruimte. Oh. Ik heb net die vraag gesteld. Kan ik jullie vertrouwen? Hebben jullie voldoende expertise om goed advies te geven tijdens een crisissituatie over de kering, wetende dat we niet elk jaar met een echte crisis te maken hebben op de dijk? Wil iemand daarop reageren? Ik denk het wel. Jij denkt het wel. Gebaseerd op? Nou, ervaring. Hij denkt van wel? Ik denk van wel. Ja, ik ben al bijna 18 jaar, 10 omhoog, werkzaam bij het waterschap. Heb een paar keer hoogwater gehad. En ik ken het gebied goed. Dus je weet de zwakke punten, laat ik het zo zeggen. Je weet ook een beetje waar je wat kunt verwachten. Ja. Hoop ik. En uiteindelijk zal het blijken. Maar ook met het team om je heen. En de kennis die daar is, heb ik al goed vertrouwen. Ja. Andere mensen ook? Zeker wel kennis maar ja, en ervaring. Maar wat je zeg maar, de laatste jaren ziet, is dat het regulier werk gaat worden ook. Zeker bij droogte. Inzet zeg maar, voor keringinspectie bij droogte. En dan is er wel zeg maar, de kennis, maar het organiseren ervan. Ja, moet je dat dan nog in een calamiteitenorganisatie doen of als regulier werk gaan zien? En dan... Ja. Dan kunnen we wel wat meer ervaring. Ja, goed, dat gaat elk jaar beter. Maar dat is gewoon ook leren. Ja, ja. Nou, en leren, volgens mij is het ook vooral verstandig dat je met elkaar doet. In hoeverre ga je wel eens bij een andere
waterbeheerder kijken of nodig je andere waterbeheerders uit om eens een keer mee te kijken? Want je denkt van ja, ik heb het redelijk onder controle en wat ik zie, dat klopt wel. Maar sta je ook open voor nog eens een keer wat extra kennis? Ja, en ik ideeën? Denk ook op het gebied van dijkbewaking dat we veel meer zouden moeten samenwerken. Dus zeker als je het hebt over inzet van extra middelen en mensen. Want ook wij hebben een dijkbewaking. Maar goed, als er extra handen en ogen nodig zijn, dan zou het ook heel mooi zijn als je zeg maar samen kan doen. Zeg maar één dijkbewaking met een buurtwaterschap. Ja. Dat je mensen kan uitlenen als het ware. Ja. Dus, dat kan volgens mij sowieso al. Maar dijkbewaking, dat zijn over het algemeen de mensen die er niet heel superveel verstand van hebben. En jullie zijn de mensen die er echt verstand van hebben. Toch? Ja. Mensen die hier nog op willen reageren? Ik zie achterin nog allerlei handen. Kijk, we hadden de afgelopen jaren niet zulke extreme hoogwaters. Hè. Er gingen bij wijze van spreken maar op een paar plekken oranje lampjes knipperen. En dat is prima te behappen. Maar wat als we nou een bijna maatgevend of helemaal maatgevend hoogwater hebben. En er gaan op heel veel plekken oranje en rode lampjes knipperen. En, nou, misschien ook hè, gezien het feit dat je in de Verenigde Staten bent geweest. Waar overigens een paar dagen terug naar diverse dijk en een stuwdam zijn doorgegaan. Ook de vraag we know, van, we waren te vroeg. Ja, ook de vraag van wat kunnen we in dat opzicht misschien nog van de VS leren. Ja. Ja, maar jij hebt zorgen voor als het eens een keer echt hoog wordt. Nou, inderdaad, kunnen we het dan nog behappen? En zien we tussen al die oranje en rode lampjes, de lampjes die er dan echt toe doen nog? Ja. Maar dan richt jij het vooral op de capaciteit waarvan je denkt dat gaat de beperking worden en niet zozeer de kennis van de mensen zelf. De mens heb ik wel vertrouwen in, maar je kan ook niet alles weten. Nee. Je kent je ondergrond niet perfect en je dijkopbouw. Dus. Oké, dank. Nog één laatste reactie misschien? Johan Elzoff, Waterschap Drenthe-Overijs Delta. Hebben jullie kennis? Ja. Durf ik al op te zeggen. Ervaring? Dan wordt het antwoord nee. Want onze dijken hebben bijna een groot deel van Nederland voor bepaalde extreme situaties zijn die gebouwd. En hoe vaak hebben collega's die in dat zaal zitten dat meegemaakt? Ja. Ik denk die ervaring heel laag is. Ja. We weten wel hoe we zouden moeten handelen, we hebben dat geleerd. Maar de kracht als team zit hem ook vooral in het samenbrengen van de verschillende kennis die iedereen heeft. En zodoende kun je elkaar sterker maken. En anders dan. Wat een mooi bruggetje, Johan. Alleen. Ja, mooi bruggetje. Wat zeg je? Afgesproken. Afgesproken? Nee, dat was niet. Johan, dit was niet afgesproken, hè? Nee, dat was niet afgesproken. Het is een collega van Rijnland. Het is een. Ja, nee, dat weet ik. Ik ken hem. Maar ik denk dat het een goed punt is. En mijn pleidooi zou heel erg zijn, en dat is precies wat wij als crisiscoördinatoren ook doen, is bij elkaar in de keuken kijken. En dat is niet om te helpen, net als dat we met de Amerikanen dat ook niet hebben gedaan, maar vooral om gewoon eens een keer op een andere manier naar te kijken. Want dan ga je in discussie. En dan is het niet van, we doen het altijd op die manier, dus het zal wel goed zijn. Want, en dat wil niet zeggen dat je het niet goed doet. Het gaat er gewoon om dat je breder blijft kijken. En ik denk dat jullie het allemaal druk hebben. Dus iedereen heeft zoiets van, ja, maar niet vandaag en niet morgen. Nou, doe het dan overmorgen. Maak daar gewoon tijd voor. Jullie zitten in een hele, hele sterke gemeenschap van heel veel mensen die ontzettend veel kennis hebben. Maar dat is alleen maar een tip. Bij ons hier in ieder geval comfort gegeven de groep die zich bezighoudt met het ZW. Ik zal straks nog even toelichten wat het is. Ruud Wijs heeft op een gegeven moment bij ons gezegd, er zijn drie plekken die wij niet helemaal vertrouwen. Nou, dat plaatje rechts dat laat dat een beetje zien, met het zwarte cirkeltje eromheen. En we hebben het ZW gevraagd, en dat is een appje, dat is heel simpel, want daar zitten gewoon 25 mensen in die je kan vragen. En daar zitten inspecteurs in en zitten adviseurs in. En die mensen komen dan gewoon, het heeft geen haast, maar het mag best over een paar dagen, kom eens even langs. Dus Stefan Loze, Frank Jansen en Wijnand Evers, nou Frank zit in de zaal, dus die kan het ook zelf vertellen. Die zijn echt op de dijk geweest, staat straks ook met een foto. En Adrie Kruijenveld, Marieke Kaasemaker en Bert Koster, die hebben samen meegedacht aan het advies. Want wat je dan als HDSR krijgt, je gaat een dag met ze mee het veld in. Je gaat samen purken en pieren in die kering. Je gaat kijken wat het betekent. Je gaat ondertussen een broodje halen samen. Je gaat samen praten over wat je hebt gezien. En vervolgens ga je een soort kort advies geven. En het is een advies naar Stichtse Rijnlanden.
wat in dit geval HDSR ermee doet, dat is aan hen. Dus ik geef het alleen maar een advies. Nou, dat was onder andere omdat we behoorlijke scheuren hadden daar. Frank paste er nog net niet in, volgens mij. Maar het waren flinke. Het waren Wijnald bijna. Wijnald is dan ook degene die gelijk zo ongeveer in het water springt om te kijken van hoe voelt dat daaronder. Maar flinke scheuren erin. Nou ja, en ik ga nu niet verder op de inhoud in. Behalve misschien, wil jij nog iets zeggen, Frank, daarover? Wat je is bijgebleven? Stefan Lokstra heeft veel ervaring met de scheuren ja. in Kleedhek. Dus wij deden ook weer ervaring op. Dus die zorgde dat ja. wij alleen kon opbrengen of zo. Wij gingen ook weer naar huis toe met heel veel ervaring. Dus dat was echt een plus. Ja. Maar dat is het mooie, hè? Dat je dan samen gaat discussiëren over hetzelfde ja. ding dat je daar ziet. En kijken of je samen verder komt. Nou ja, en Stefan die zei net al van, ja, ik kan er niet bij zijn. Maar hij heeft een collega, had hij meegestuurd hier naartoe. Een collega van Stefan Lozen. Ben jij dat? Ja, tuurlijk. Hoi. Dus het was heel fijn dat hij erbij was en dat hij de tijd in heeft gestopt. En zo hoop ik dat we dat over en weer doen. Want wat er uiteindelijk uitkwam, zonder daar in de details te treden, is dat er komt een advies uit van ga toch 500 meter of 450 meter toch eventjes wat serieus bekijken om te herstellen. Nou, de eerste spoedherstel, dat moet je echt binnen een paar dagen doen. En vervolgens, nou, binnen 1-2 maanden moet je dat toch echt wel gaan aanpakken. En vervolgens nog wat zaken die je op lange termijn kan doen. Je laat gewoon iemand anders eens even meekijken naar de kering. Dus de inzet of de waarde van het ZW was, want er zitten hier ook meerdere mensen die daar deel van uitmaken, onder andere Theo ook hier. Het is kennisdeling. Je kan een advies krijgen op de korte en lange termijn. Je krijgt een heel kort en bondig advies. Hè? Dat zijn zulke rapporten, maar dat is gewoon kort. En je kan eventjes, wat zeg je? Spiegelen. Spiegelen, ja, je kan eventjes nog weer even, hè, van, het voelt bij mij niet oké. Okay. En hoe vind jij dan nou dat hij eruit ziet en wat goed erbij staat? Nou, dat is heel fijn om even wat comfort te krijgen dat je iemand anders mee laat kijken. Nou, vervolgens hebben we er een heel herstelplan aangegooid. En op dit moment ligt hij er weer, ligt ze er weer keurig bij. Nou, als laatste paar sheets wil ik nog even ingaan op het ZW en wat dat betekent. Hoeveel tijd heb ik nog? Ruim vijf minuten, dat klinkt heel nauw. Oké, okay, er zitten wat mensen die nu in het ZW zitten. Wie zijn dat? Theo? Ja. Klopt, allemaal. Ga even staan. Ik ben zo blij met jullie. Zijn jullie ook blij met jullie zelf? Zijn jullie met de goede dingen bezig? Waarom ben je met de goede dingen bezig? Ja, in dit geval hè, ZW. Waarom is het zo belangrijk? Nou, dat heb je eigenlijk net al verteld, hè. Nou, herhaal nog een keer. Kennis brengen en halen, juist door met elkaar over te praten, merk je dat andere mensen andere invalshoeken hebben. En dan verrijk je je eigen kennis ook ermee. Ja. Ja, nou super. We hebben een groepje van 25 mensen. Er zijn mensen bij van Rijkswaterstaat, er zijn mensen bij van verschillende waterschappen en er zijn mensen die op de achterhand zitten van Deltares, die ook proberen hierin mee te doen. Of proberen, die doen hierin mee. Dit is een beetje symbool. Ik zeg altijd dat Frank of Wijnand zijn, zo die op zo'n kering lopen. En het doel is, zij zijn een team van landelijk experts met echt vakbekwame dijkmensen. Nationaal, maar ook internationaal inzetbaar, bij een dreigende crisis, eventueel langdurig, op verzoek altijd van de keringbeheerder, nooit omdat ze zomaar even langs willen komen, en ook onder verantwoordelijkheid van de eigen keringbeheerder. Dus jij vraagt gewoon om een advies. Met als doel alleen maar om veilige waterkeringen te hebben. Heel simpel, hè? Veilige waterkering. Nou, hoe ziet dat eruit? Dat is een team van 25 mensen, die staan onder de knop, die hebben een appje, in de appgroep zitten ze. En dan kan het zo zijn, hebben we vorige week ook gedaan, van joh, er is volgende week, willen jullie even meekijken naar iets en het is dan en dan en wie kan er? En van die 25 mensen is er altijd een aantal mensen bij wie het helemaal niet uitkomt. Maar er is ook een aantal dat altijd zegt, ja, ik ga wel, wanneer, hoe laat. En die staan er dan gewoon. En je hoeft er ook niet met 25 man naartoe. Een van de laatste keren was het bij... We hebben vorige week al een oefening gehad. Waar ben jij de laatste keer bij geweest, Theo? Dat was dus vorige week die oefening. Ja, dat was vorige week die oefening. Ja, ja. Dat was de flitsoefening. Nou, die worden tussendoor wel wat oefeningen georganiseerd. Mocht je geen interesse hebben, schiet mij straks eventjes aan. Of een van de ZW-mensen, die hebben ze net gezien. Spreek ze aan hoe je dat kan doen. We zoeken mensen die het al kunnen. En we zoeken ook mensen, zo langzamerhand, die het nog willen leren. En die we dus mee willen nemen in deze. En ook vooral de groep nog wat groter maken. Maar dit is niet het enige wat we doen. We hebben een heleboel dingen die samenhangen met veilige keringen. Nou, daar zijn Bart en ik ook nogal druk mee.
Want alles wat we doen met die keringen, dat proberen we ook vast te leggen in de wiki-noodmaatregelen. Wie kent een wiki? Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Kijk eens eventjes op de wiki-noodmaatregelen.nl. Ik weet niet hoe die precies heet, maar ga maar eens kijken. Daar staan alle noodmiddelen en maatregelen die je eventueel zou kunnen treffen. En dat is onder andere van, joh, ik heb hem wel, hoeveel zandzak heb ik ongeveer nodig? Is heel fijn als je dat weet. Daarnaast hebben we een handboek crisismaterieel waterschappen. Daar staan allerlei middelen en nummers in van mensen die pompen hebben, die je gewoon kan inschakelen. Daarnaast zijn we heel druk met het professionaliseren van de dijkbewaking. Dus al die mensen die er eigenlijk niet superveel verstand van hebben, maar die wel kunnen zien of er iets bijzonders op die dijk is. En dat is een werkgroep onder leiding van Hans Knotten van Rivierenland, professionaliseren dijkbewaking. Dat is onder andere, wat doe je op zo'n dijk, waar kijk je naar, maar ook wat voor hesje heb je aan. Dat je zichtbaar bent voor de andere waterschappen, voor de andere Rijkswaterstaten, voor Defensie. Zodat je weet wie is de baas. Dat is altijd de persoon met een rood hesje aan. Daarnaast werken we nou samen met het Water Risk Training Expertise Center. Met name ook van de Defensie. Die de handjes en de brains en de genie heeft om ons te helpen. Want dat kan zomaar nodig zijn. En daarnaast wat we eigenlijk vanmorgen even hebben verteld over wat we nu bijvoorbeeld bij de Mississippi hebben gedaan. Maar onder andere ook waarom hier nou mensen van de Environment Agency bij zijn. Wij proberen samen te werken om van elkaar te leren. Want dat is die ervaring. We weten best wel wat, maar je kunt ervaring alleen maar verdubbelen en vernogwatten als je samenwerkt en bij anderen in de keuken kijkt. Nou, dat is nationaal en dat kunnen we internationaal doen. We hebben gedacht, nou, hier moeten we satéprikken doorheen steken, want anders doet iedereen allerlei dingen naast elkaar. Laten we daar slim over nadenken. Laten we eens een hele simpele naam bedenken. En dat heet nu de samenwerking, crisisexpertise, waterkeringen. Dat is de paraplu. En dat is onder de vlag van het Watermanagementcentrum. En de vlag van het Watermanagementcentrum, daar valt eigenlijk alles van de waterschappen en Defensie en Rijkswaterstaat onder. Laten we nou een beetje proberen samen te doen erin. Dan zijn we veel sterker. Nou, dit is mijn laatste sheet. Het doel is om met elkaar voldoende ervaring te hebben. We hebben een paar directeuren bereid gevonden om vanuit de waterschappen en vanuit Rijkswaterstaat en Defensie en Veiligheidsregio hierop aan te haken. Onder andere Nancy Schrijver, nou, die hebben jullie vanmorgen gezien, want die deed het programma vanmorgen. Toevallig zitten we volgende week weer bij elkaar. En er zit een coördinatiegroep naast en Bart Vonk, die hebben jullie vanmorgen ook even gezien, die is de voorzitter van dat groepje. En dat is een groepje behoorlijk fanatieke, enthousiaste mensen die vooral de insteek heeft om samen te werken op een nog veilige waterkering. Daar hebben we jullie heel hard bij nodig. Dus als jullie hierin mee willen denken, als jullie aan deel willen nemen, dan zorgen we met elkaar voor een nog veiliger Nederland. Vragen? Hebben we nog even? Oh. Marjan, dankjewel. Leuk verhaal. Ook soms zo'n inkijkje te hebben in zo'n crisisorganisatie. Leuk. We hebben nog precies 2 minuten voor vragen. Zo. Als er vragen zijn, dan loop ik even naar je toe met de microfoon, want dan kan ook de hele zaal het meteen horen. Ja, ik had 1 vraag. Je zei zo straks op de sheet dat de noodmaatregelen waren getroffen met de droogte. Welke noodmaatregelen zijn er dan getroffen? Iedereen heeft de vraag gehoord. Specifiek voor Stichtse Rijnlanden hebben wij dus noodmaatregelen moeten treffen om het water van de ene kant van ons gebied naar de andere kant te krijgen. Normaal gesproken stroomt het water ook een bepaalde kant op. En nu hebben wij speciale gemaal, dus ook speciaal daarvoor gebouwd, om tijdens droogte het water van de ene kant naar de andere kant te krijgen. En dat betekent ook dat het water niet altijd stroomde waar we het wilden hebben. Dus wij moesten ook in het oosten van het gebied hebben we extra mobiele pompen neergezet. Wat ik al zei, die zijn nogal niet duurzaam. Nee, daar hebben we wel wat gedaan natuurlijk, maar dat is voor een deel beregenen. En we hebben acuut toen, ook naar aanleiding van het advies van het ZW, hebben we wel een paar noodmaatregelen getroffen. Of dat scheuren vullen waren, dat volgens mij, want op zich is het soms ook wel heel fijn om het gewoon goed in de gaten te houden. Als je het opvult, dan weet je ook niet precies wat er gebeurt. Was niet afgestemd, hè? Nee, was niet afgestemd. Zoveel weet ik er ondertussen ook van. Je moet het niet bedekken, want dan weet je soms niet meer wat er gebeurt. Nou, dat hangt heel erg samen met wat verwacht je voor de komende tijd. Wat wil je wel en wat wil je niet doen? Ja. Nou, mooie inhoudelijke afsluiter, denk ik. Ik zou graag nog een vraag willen doen, maar het is echt tijd. We moeten echt wisselen. Duidelijke instructies meegekregen. Dus bedankt jullie allemaal en Marianne ook bedankt. Fijn dat jullie er waren.